Vergeet bij het beveiligen van je huis de ramen niet, want inbrekers kunnen via het raam eenvoudig binnenkomen. Voorkom dit met het plaatsen van een CQ-strip. CQ-strip bestaat uit twee stalen profielen die bij het sluiten van het raam in elkaar vallen. Controleer of je het juiste model, lengte, kleur en terugligging hebt. De terugligging meet je als volgt op. Dit heb je nodig voor de montage. De CQ-strip wordt compleet geleverd met montagemateriaal en een duidelijke montagehandleiding. Controleer of de meegeleverde schroeven niet te lang zijn. De CQ-strip wordt gemonteerd aan de slotzijde van het raam. Meet de raamlengte op. Teken de strip af. Zorg bij het aftekenen van de strip dat de drie montagegaatjes aan de onderkant intact blijven. Kort de strip dus aan de bovenkant in. Teken ook het deurprofiel af en kort vervolgens de strip in. Vijl de afgezaagde profielen bij. Om te voorkomen dat de strip gaat roesten, raden wij aan om de zaagsnede aan te tippen met grondverf of een lakstift. Bepaal waar je het raamprofiel gaat plaatsen en teken af. Houd rekening met circa 2 mm ruimte tussen de haak en de lange zijde van het U-profiel. Teken de eerder vastgestelde maat boven en onderaf op het raam en kozijn. Wanneer het raam een meerpuntsvergrendeling heeft, zorg dan voor voldoende afstand tussen de schroef en de bedieningsstang van de meerpuntsvergrendeling. Plaats het kozijnprofiel en teken boven en onder twee montagegaatjes af. Boor vervolgens de gaatjes voor. Gebruik standaard een 2 mm boor en bij hardhout 3 mm. Zet het kozijnprofiel tijdelijk vast met twee kleine schroefjes. Plaats het raamprofiel. Teken boven en onder twee montagegaatjes af. Boor vervolgens de gaatjes voor. Zet het raamprofiel tijdelijk vast met twee kleine schroefjes. Controleer vervolgens of het profiel goed zit door het raam te sluiten en te vergrendelen. Indien nodig is het mogelijk om het U-profiel nog iets te verschuiven. Zit de strip helemaal goed, boor dan nu de rest van de gaten voor op het raam. Boor vervolgens ook de gaten voor op het kozijn. Haal de tijdelijke schroefjes eruit, zodat je de definitieve schroef erin kunt zetten. Zet nu het kozijnprofiel definitief vast. Het raamprofiel wordt met meegeleverde 1-toerschroeven vastgezet. Helemaal ingedraaid kan een inbreker ze niet uitdraaien. Zet deze vast met het meegeleverde handige inschroefhulpje. Dit voorkomt wegglijden van het schroefpitje. Zet nu het raamprofiel definitief vast en vergeet niet de tijdelijke schroefjes te verwijderen. Ter hoogte van de slotkast plaats je een ingekorte schroef. Werk de 1-toerschroeven netjes af door de meegeleverde afdekdopjes te plaatsen. En klaar. Het raam is beveiligd met een ijzersterke anti-inbraakstrip. De CQ-strip is ook leverbaar in verschillende kleuren, zodat deze bij je kozijn past. Vraag ernaar bij je leverancier.